vandaag en ook gisteren en eergisteren hadden wij onze open deur dagen. Dat wij onze nieuwe reizen voorstellen, of de klassieke reizen, en met onze nieuwe zomerbrochure. We zouden wel verschillende reizen willen maken, onder andere naar de Bodensee, maar het liefste gaan we toch naar Engeland. Ja, voor het moment denk ik dat dat bij alle bestemmingen populair zijn, maar je hebt ook Spanje natuurlijk, Spanje, Italië, er zijn uitschieters. En dan de citytrips, gelijk Londen, Parijs, Praag, Berlijn en zo. Die zijn allemaal heel interessant. Wij gaan dit jaar naar de Provence op fietsvakantie. We hebben dat gekozen omdat het is er altijd mooi weer. De mensen kunnen de fiets meepakken in de fietsaanhanger. En dan ter plaatse worden zij begeleid. Maar iedereen kan individueel fietsen, dus dat is niet verplicht om een groep te doen. En dat is eigenlijk het interessantste voor de mensen, kunnen ze hun eigen tempo aan. It's already many years that we come to the open door of Zigeuner, because they are great persons. We have a great collaboration together, and of course it's very important for us and also for them to be here to promote personally the holiday by us. All along she moves into a broken paradise. Ja, we zijn een familiebedrijf en iedereen van de familie, zelfs ons ma in de 90 jaar is nog meehelpen. En ook alle chauffeurs, iedereen, vrienden, kameraden, die vinden dat fijn en tof voor komen mee te helpen.